Hallo, ik ben Angelique Gerritsen. Hallo. Dit is Stephanie van Woerden. Ja. En wij gaan vandaag een interview geven over de verkeerssituatie in Rotterdam en Woerden. Nou, hoe lang woont u hier al? Ja, ik kom uit Duitsland en ik woon pas 15 maanden hier. Maar mijn man die woont sinds 2003 hier. Ja. Oké. Okay. En wat zijn vervelende verkeerssituaties in en rondom de wijk? Ja. Ja, ik heb een paar notities gemaakt dat het goed is. Ja. Ja, heel vervelend vind ik vaak die situatie aan het begin en het einde van de schooltijd. Dus ochtends, ja. Ook tussen de middag en 's middags dan als de school voorbij is. De kinderen die worden van de ouders gebracht. De ouders parkeren soms aan beide kanten van de straten. In de Van Dichelenstraat, hier in de Lorenzstraat ook. En die kinderen die daar doorheen moeten fietsen, die zijn toch, zo zie ik het, in gevaar soms. De verkeer die tegen me komt, die kan niet goed uitwijken. De kinderen moeten een hele grote bocht fietsen en ze staan soms echt voor het auto dat tegen moet komt. Ja. En dat vind ik toch heel gevaarlijk, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja, dat ook de fietsers soms de hele straat gebruiken. Ja. Ze fietsen naast elkaar, die achter elkaar naast elkaar. En auto's die goed en willen rijden, moeten vaak achter de fietsers aan rijden, heel langzaam. Ook kinderen die lopen naar school gaan, die lopen ook soms naast elkaar. En die provoceren soms ook de automobilisten, moet ik zeggen. En ja, dat gezamenlijk gezien is echt soms een vervelende situatie hier op straat. Ja. De automobilisten die ook te snel rijden, heel vaak. Jongere automobilisten die een beetje stoer willen doen, denk ik. En hier met volgas, ja. door de straten rijden. Ja. En zou u in deze buurt misschien een autovrije zone willen houden? Zodat er wat minder auto's aan de zijkant van de stoep staan. Mm-hmm. Ik vind het een goede gedachte, moet ik zeggen. Ook omdat in de buurt een hele goede parkeerplaats is, aan de overkant, ja, van de Zoeken de Boel bijvoorbeeld. Daar kunnen ook ouders, denk ik, die nadat ze de kinderen naar school hebben gebracht en dan meteen naar hun werk moeten doorrijden, die kunnen dan misschien hun auto laten staan. En de kinderen lopen naar school brengen en dan weer naar het auto toe gaan. En ja. Het zou dus wel handig zijn. Ik vind het handig, moet ik zeggen. Ja. En ja, ik vind het.